de Lachvee van Leuven. En deze week neem ik jullie mee naar de wereld van het lachen. Maar nu even serieus. De dag begint pas goed met de juiste schoenen. Dus ik heb heel veel schoenen. En ik pak dan een doos uit, zoals nu de deze. Ik weet niet welke schoenen dat erin zit. We gaan het ontdekken. Ah, dat zijn dan eigenlijk ja, voor als je naar het werk gaat met geklede schoenen. Maar toch wel twee paar verschillende. En weet je waarom? Twee paar verschillende schoenen. Omdat mensen daar soms naar kijken en die vragen mij van... Zeg, Anja, ben jij wakker? Ik zeg, ja, waarom? Je hebt twee paar verschillende schoenen aan. Oei, oh, sorry, dat had ik niet gezien. Maar dan is het ijs gebroken en dan hebben ze een glimlach. Het leuke is als je in de winkel staat, hè, aan de kassa. En dan kijken de mensen naar de schoenen en denken die van... Oei, heb ik dat nu goed gezien? En dan zeg ik van... Ja, je hebt dat goed gezien. En het feit dat ik dan ze antwoord met een hele mooie lach, dan denken ze van... Ah ja, oké, ik heb het gezien. Mensen die dat niet gewoon zijn, die vinden dat raar. Van, hoe kun je nu gaan lachen zonder humor? Hoe kun je nu gaan lachen zonder dat er een mop wordt verteld? En zo'n situaties, twee paar verschillende schoenen, ja, dat is even een ijsbreker om mensen die niet gewoon zijn van te lachen zonder een mop, zonder grappige situaties, van daar toch even een keer de glimlach te tonen. In Gent wordt er vrij veel gelachen. Daar hebben ze zelfs een lachbuurt. Oh. Oh, op 1 april kunnen lachen met zo'n bende. Meer moet dat toch niet zijn? Zalig. We gaan de lachboot doen. We gaan allemaal samen op de boot. We gaan varen door het mooie Gent. En we gaan reacties krijgen, normaal op de bruggen en op de kades, maar we zien wel, hè. We gaan lachen zonder reden. Voilà, mag je me uitnodigen? Oké, we gaan starten, we gaan de kring maken, hè. Voilà, voilà. Superzalig! Bewegen. Ho! Ik ben Luc Plimschoot. Sinds 2005 bezig met lachyoga of lachen zonder reden. Lachen werd zeer aanstekelijk, is zeer besmettelijk door het zien en horen. En ja, al lachend geld verdienen is zeer leuk. Daarvoor had ik een eigen onderneming. Wij deden de koeling van de wagens ook. Hè. Maar met de crisis hebben we het aan het handelsfonds van de NV verkocht. Ik wilde niet in faling gaan. Als lachende mensen moeten elkaar in de ogen kijken. En dat was een zeer moeilijke periode, maar als je loslaat, krijg je altijd iets in de plaats. En ja, mijn vader was bakker. Hè. Het werd ook al van thuis uit vreed gelachen. Het zit een beetje in ons schenen. Tot en tot 30! Fijn weekend! Voilà, dit was de week van de lach. Ik hoop dat jullie heel veel gelachen hebben. En als jullie zin hebben, dan mogen jullie meekomen lachen bij de Lachacademie.